In dat artikel staat ook dat de bijdrage kan worden verwacht van Twentse gemeenten, omdat de ijsbaan een regio topsportlocatie is. Wij kennen met z'n allen ook een topsportlocatie, de ISBA. En is het college het met ons eens, met de VVD Almelo, dat in dit kader er een regionale discussie met alle Twentse gemeenten gevoerd moet worden over topsportlocaties en de financiering in de regio? En zo ja, wat gaat het college hiervoor ondernemen? Er is inderdaad een verzoek gekomen van de gemeente Enschede om een bijdrage te doen in de ijsbaan en de enorme tekorten die daarin zijn. Wij hebben als college aangegeven dat wij daar wel willend in staan, maar dat wij daarvoor eerst een collegevoorstel en een raadsvoorstel moeten maken, omdat wij dat budget niet hebben. Het punt wat we willen maken is, naast die 1 euro per inwoner, waar uiteraard al nog over gesproken wordt, is toch ook dat wij in Almelo hebben ook een topsportlocatie. En in die artikelen werd onder andere ook verwezen naar de topsportlocatie als zijnde de ijsbaan. En wij hebben hier natuurlijk in Almelo de topsportlocatie ISPA. En wat wij ons afvragen, dat zullen we ook gaan meewegen in onze afweging van het voorstel, is of er ook een bijdrage komt voor de overige topsportlocaties in Twente. En dat we eigenlijk van mening zijn dat daar een bredere discussie met alle Twentse gemeenten over moet worden gevoerd. En een van de 4 topsportlocaties in Twente is natuurlijk de ISPA in Almelo. Omdat er is steeds minder natuurijs. Dus schaatsen is natuurlijk wel belangrijk. Dus laat ze daar kennis maken. Nou, dat triggerde mij. Te meer omdat een collega gemeenteraadslid in Enschede, die zei van, goh, die 4 Twentse gemeenten die niet meedoen, eigenlijk zouden we die soort van moeten beboeten op de een of andere manier, dat ze niet meedoen als Twentse gemeente. Nou, nu ben ik niet zozeer van het beboeten, maar meer van het belonen. En dat gekoppeld eigenlijk aan de doelstellingen van de Sven Kramer Academie. Hebben we gedacht van, nou weet je, hoe kunnen we daar nou een draai aan geven? Nou, eigenlijk is het vrij eenvoudig. Ik heb de wethouder ook opgeroepen om in de onderhandeling met de ijsbaan Enschede, dat stel dat de gemeenteraad van Almelo zegt van, wij willen die financiële bijdrage verlenen van een euro per inwoner, zijn nou, zo'n 73.000 euro. Laten we kijken, laten we de wethouder in ieder geval aansporen, op het idee zetten om zich sterk te maken dat de basisschoolleerlingen in Almelo, Bonnebroek en Aardorp in de komende paar jaar een keer gratis naar de ijsbaan mogen in Enschede om in ieder geval kennis te maken met het ijs.